Goedenavond. Senioren in het Maandhoes in Gasselte boos vanwege aangekondigde bezuinigingen. En ik ben hier komen wonen van de dokter. Dat beter voor me was dat ik hier ging wonen. Maar dat was dag- en nachtverzorging. Dus en of die nachtverzorging gaat weg. Dat kan niet. Museum De Proefkolonie in Frederiksoord, klaar voor tienduizenden bezoekers. Bandenprikker actief in de Asserwijk Kloosterveen. En het weer met Robert Oosting. Daniel Lohuis die zong het al eens een keer. Xola zeng, ja het mag wel zo. Nou, en voor mij mag het ook wel zo op zo'n dag als vandaag. Wat weer de komende dagen doet, dat doet hij dan iets van mij heen. Dat nice. De bewoners van woonzorgcentrum Het Maandhoes in Gasselte zijn ontstemd. Vanaf januari is er geen nachtzuster meer. En daar maken de ouderen zich zorgen over. Je komt wonen, dat je verzorging krijgt. Dus als dat niet meer kan, ja, wat moet je dan? Wat moet ik nu dan tegen mijn kinderen zeggen? Kinderen, ik ben niet meer verzorgd. Wie wil mij in huis nemen? Nu nog is er 's nachts een zuster aanwezig in het Maandhoes, maar vanaf het nieuwe jaar dus niet meer. Volgens thuiszorgorganisatie Icare is de zuster niet meer nodig. Vroeger was er complexere zorg in het Maandhoes. Maar dat wordt hier niet meer geboden, waardoor de noodzaak voor een aanwezige nachtdienst in dit complex niet aan de orde is. En daarom schrapt de zorginstelling de zuster in het woonzorgcentrum. Als er zorg nodig is, komt iemand van buitenaf. Zusters die misschien dan wel in Eelde of in Paterswolde zitten. Maar daar moeten ze ook heen. En dan moeten ze nog hier naartoe. Hoe lang duurt dat? De ouderen vrezen dat hulp te laat komt. Ze gaan daarom vanavond naar een raadsvergadering over de kwestie. De gemeente heeft ook een preventieve taak wat betreft ouderenzorg. Dus zal zich ook achter het oor moeten krabben van wat kunnen wij hierin betekenen. Maar van de andere kant, Icare heeft ook een brede taakstelling. Het is niet alleen een kwestie van boekhoudkundig en financieel rekensommetjes maken, maar ook een kwestie van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Icare wil nog in gesprek met de ouderen. En Icare heeft zojuist met de bewoners van het Maandhoes gesproken. De nachtzuster blijft voorlopig om de onrust onder bewoners weg te nemen. Ja, dan museum De Proefkolonie in Frederiksoord is officieel geopend. Een museum dat draait om het verhaal van de armenkoloniën. En verslaggever Andries Ophof, die is in Frederiksoord. Ja, Andries, een hernieuwd museum in Drenthe, ook een nieuw gebouw. Wat kunnen bezoekers er zien? Ja, het is een veel groter museum dan de vroegere museum De Koloniehof. Dat was een redelijk kleine opstelling van allerlei zaken die uit die maatschappij van weldadigheid komt. Hey, je weet wel, de maatschappij van weldadigheid, de arme koloniën in Drenthe en ook in Overijssel en in België die opgezet wordt voor mensen die hier terecht konden voor een nieuw leven, een nieuw bestaan en werken moesten en daarmee ook een nieuw bestaan op konden bouwen. Nou, dit museum is daar nu een grotere vorm van, een bezoekerscentrum geworden en het bestaat eigenlijk uit meerdere zalen. En directeur Peter Sluiter legt uit hoe dat dan zit. Het land is in staat van verval. Op straat wordt ik aangeklampt door talloze werklozen op zoek naar een klusje of een aalmoes. In de eerste zaal van het museum zie je wat eigenlijk de omstandigheden waren toen. En die omstandigheden hebben Van der Bos, de stichter van de Maatschappij van Weldadigheid, ertoe gebracht dat plan te ontwikkelen. In de eerste wagen zit Leonardus Biemans met zijn vrouw Johanna en hun kinderen. Nou, in de tweede zaal zie je dan wat er gebeurt. Hè. De eerste 5 kolonisten komen hier aan, 29 oktober 1818. Dus dat is vandaag 201 jaar en 2 dagen geleden. Hoe vergaat het hun het eerste jaar? En in de derde zaal, waar we hier nu staan, daar is het echt zo dat je moet ontdekken. Als je hier met je handen op je rug blijft lopen, in deze zaal kom je niks aan de weet. Je moet hier echt aan de gang. Ja, Andries, we konden een klein beetje meekijken zo. Zojuist was de officiële opening. Wat gebeurde er? Ja, die officiële opening was met 7 beuken. 7 redelijk uit de kluiten gewassen beuken, althans vrij hoog. En wat is het idee erachter? Die 7 beuken die symboliseren de 7 koloniën van weldadigheid die samenwerken. Dus die van Wortelen, Merksplas, Ommerschans, Veenhuizen en Frederiksoord, Willeminoord en ook nog Willemsoord. En samen vormen die beuken dan een nieuwe apostelboom. Die boom komt dan op de begraafplaats in Willeminoord te staan. Daar is de oude afgebroken na een storm. Dus die 7 beuken die groeien in elkaar om dan weer. En vormen dan een hele nieuwe boom. Nou, dat is dan de openingshandeling. En nou moet het gaan gebeuren met het museum, directeur Peter Sluiter. Jullie zijn al open sinds mei van dit jaar. Hoe gaat het eigenlijk?
Dat gaat eigenlijk heel goed. En waar ik nog het meest blij mee ben, is dat de reviews, zowel op social media als in ons gastenboek, wat we hier op de balie hebben liggen, die zijn echt ongelooflijk bemoedigend. Mensen schrijven zonder uitzondering dat ze het fantastisch museum vinden. Dat ze het verhaal wat het museum vertelt nooit kenden. Niet bij de geschiedenisles op school hebben gehad. En dat het heel erg aanspreekt. Dus er gaat een wereld voor mensen open. En dat is natuurlijk leuk om te lezen. Heb je al enig idee waar al die mensen vandaan komen? Laten ze dat achter? Soms wel. Het zijn mensen vanuit de provincie Drenthe, vanuit de provincie Overijssel-Friesland. Maar het zijn ook mensen die van verder weg komen. Maar die mensen van verder weg komen met een tussenstap. Die verblijven een week of een lang weekend, midweek in Drenthe. Zitten dan in hun logies, hun bungalow, hun hotel. En daar komen ze folders van ons tegen. En die folders maken ze zo nieuwsgierig dat ze hierheen komen. Maar dan schrijven ze in het gastenboek dat ze uit Nieuwe Sluis kwamen of uit Rotterdam of Leiden. Dus we krijgen op die manier mensen van uit het hele land. 15.000 mensen zijn er nu geweest. Jullie streven naar 60.000 tot 80.000 mensen. Is dit niet wat veel? Nee, dat denk ik niet. Overigens, die 60.000 tot 80.000, dat is over een jaar 4-5 de doelstelling. Hè. We gaan er gefaseerd heen. En als referentiepunt neem ik de geschiedenis van het museum in Veenhuizen. Dat is ooit met heel veel lef bedacht voor 60.000 mensen per jaar. En degene die dat bedacht heeft, die werd eigenlijk een beetje voor gek verklaard. Maar Veenhuizen doet er nu 120.000. Dus zo'n voorspelling is eigenlijk ook nog wel makkelijk te verdubbelen. Maar je moet een beetje geluk hebben, je moet je marketing doen. Maar je moet voor alles beginnen met een goed verhaal. Nou, en dat weten we inmiddels na 5 maanden, dat staat er. Maar goed, die 60.000 tot 80.000, dat duurt nog een paar jaar dus. Ja, ja, dat is de doelstelling voor over 5 jaar. En we gaan er gewoon stapsgewijs heen. En het eerste jaar, we komen einde van dit jaar uit een beetje tegen de 20.000, denk ik. Dat is voor 8 maanden opening, is dat eigenlijk een hartstikke goede start. In ieder geval is het zo dus dat het nu officieel begonnen is. Het was al open, maar de deuren staan nog steeds open. En vandaag is dan even een feestje. En nu kan het publiek er weer in. Andries Ophof vanuit Frederiksoord, dankjewel. Ja, dan lagere subsidies, hogere bouwleges en een stijging van de onroerende zaakbelasting. En men moet een extra tegenvaller van 3,5 miljoen euro opvangen. Het gemeentebestuur heeft een noodpakket gepresenteerd om die financiële problemen voor volgend jaar op te lossen. Het voorstel dat het meeste geld op moet leveren is de zogenoemde 2% maatregel. Op alle uitgaven en inkomsten waar de gemeente invloed op heeft, wordt 2% bezuinigd. Volgens wethouder Jisse Otter ziet het gemeentebestuur geen andere mogelijkheden om te bezuinigen. Het herstel van de deels ingestorte geluidsmuur bij Spier gaat nog maanden duren. Het bouwwerk stortte vorig jaar december in. De gemeente Midden-Drenthe wilde dat de muur voor 1 november weer opgebouwd zou zijn. Maar de werkzaamheden zijn nog niet begonnen. Volgens aannemer Bouwhuis had hij al 1,5 maand geleden willen beginnen met het repareren van de wal. Maar er is nog overleg tussen gemeente en aannemer over het herstelplan voordat de vergunningsprocedure wordt gestart. Ja, dan inwoners van de Asserwijk Kloosterveen die kampen de laatste tijd met veel lekke fietsbanden. Tot verbazing van de plaatselijke fietsenmaker. Inmiddels is hij ervan overtuigd dat er een bandenprikker actief is in de wijk. Er was een klant van ons die kwam afgelopen week met haar eigen fiets bij ons. En die had een lekke band. Die band hebben wij gecontroleerd en eigenlijk konden wij niks vinden in die band. Waardoor wij de binnenband hebben vervangen en geen gekke dingen verder tegenkwamen. Waar we normaal gesproken wel iets tegenkwamen van glas of ja, noem het maar op wat erin kan zitten. En toen kwam ze gisteren weer bij ons met 2 lekke banden. En toen zei ze van ik heb het gevoel dat de banden lek worden gestoken bij de bushalte van de Torenrotonde. En toen hebben wij dat gecontroleerd en toen heb ik de binnenband eruit gepakt. En toen kwam ik inderdaad tot mijn grote verbazing erachter dat deze band lek was geprikt op 3 verschillende plekken. Net zoals de achterband van de andere fiets die mevrouw kwam brengen. Normaal gesproken is bij een lekke band de dader nog wel te vinden. Een spijkertje, punaise of een stukje glas. Maar daar is hier geen sprake van. Het kan niet anders zijn geweest als een prikker. Ik zou het laten zien als je gaat kijken naar de plekken die hierin zitten. Ja. Dit zijn 2 duidelijke plekken van steekplekken van iets scherps. Dat is 100% zeker weten lek geprikt. Nou, de fietsenmaker heeft melding gemaakt van de lekke banden bij de politie. En die houdt de komende tijd een extra oogje in het zeil in Kloosterveen. In ruim 90 gemeenten rijdt hij al, de Plusbus. Een bus die met ouderen uit de wijk op pad kan. En ook Emmen haakt nu aan. Nou, wij deden alvast een proefritje. De Plusbus gaat vanaf december in de wijk Emmerhout rijden. En ouderen in de wijk kunnen tegen een kleine vergoeding mee.
Ik heb ook beperkt een beetje met mijn beweging. En als ik de scootmobiel niet heb, dan kom ik ook niet weg. En als het koud is, dan is dat vervelend om met de scootmobiel weg te gaan. Dus dan is dat een mooie oplossing als je dan met de bus zou kunnen. Een klein jaar zijn de organisaties in de wijk bezig geweest om de bus te krijgen. Nou, in het kader van wat kunnen wij nou doen voor mensen die wat minder mobiel zijn, niet zo makkelijk de deur uitkomen, minder sociale contacten hebben. En toen kwam het aanbod van het Nationaal Ouderenfonds. Die hebben de Plusbus of de Boodschappen Plusbus. Al in 90 gemeenten in Nederland rijdt deze bus. En toen dachten wij, dat is een prachtig initiatief. Dat gaan we in Emmerhout ook van de grond tillen. En ook alleen eigenlijk maar positieve reacties. Ik ben 2 jaar geleden met pensioen gegaan. Ja, en toen op een gegeven moment kwam met in gesprek over de advertentie van de wijkwijzer. Van ze zochten chauffeurs. Ik dacht, heb ik even over nagedacht. Ik dacht, het lijkt me wel wat. 11 chauffeurs zijn er inmiddels, maar er moeten nog meer bij. Want de bus die gaat vanaf december rijden. Ideeën genoeg, een keer naar een intratuin, een kerstmarkt, noem maar op. Er zijn zoveel leuke dingen waar je heen kunt gaan. Ja, ja. Echt een toevoeging voor de wijk. Ja, zeker weten. Ja hoor, dat is echt heel belangrijk. Dagen als deze, zo heb ik het weer eigenlijk het liefst. Lekker koud en een zonnigie erbij. Zo mag het wel. Vanavond is het eerst nog helder en later op de avond en in de nacht komt de bewolking bij kieken. En de temperatuur die komt zo rond het vriespunt te liggen. Morgen krijgen we waarschijnlijk net zo'n mooie zonsopkomst als vandaag met die mooie kleuren. En later op de dag trekken we weer bewolking bij en krijgen we motregen en waterkool en wat een graad of 11. Dit weekend wordt het niet zo schier weer als vandaag. We kregen wat meer te maken met regen. Wel wordt het iets warmer, zaterdag 15 graden. En zon en regen die wisselt elkaar af. En zondag eigenlijk met hetzelfde. 12 graden en weer zon en regen. En ook maandag kregen we te maken met zon en regen en wordt het een graad of 11. Zo mooi als vandaag is, dus niet. Dus we moeten er maar eens even van genieten. En dat gaan we ook maar eens doen. En dit was Drenthe Nu. Meer nieuws is te vinden via onze app en op rtvdrenthe.nl. Lees daar bijvoorbeeld over de straffen voor een viertal dat hondengevechten organiseerde, onder meer in Emmen. Nou, hier zometeen nog het FC Emmen nieuws in Rood-Wit TV. Veel plezier daarbij en een fijne avond.